naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een What I Eat in a Day video. Ik heb al twee What I Eat in a Day video's gemaakt, maar die twee video's waren allebei omtrent mijn afvallen. Dus allebei die video's heb ik gefilmd toen ik aan het afvallen was, op dieet was, wat ik nu dus niet meer ben. En ik dacht, ik ga weer zo'n video maken met gewoon wat ik gewoon normaal eet, gewoon op een normale dag. En dat is echt heel anders dan wat ik eet op dieet. Het is sowieso meer, al eet ik niet heel veel, maar het is wel meer calorieën, meer eten, gewoon overal meer. En ook wat minder gezond is. Ik ben niet super gezond of zo. Ik let wel een beetje op, want ik wil niet weer aankomen. Maar het is allemaal gewoon, ja, gewoon whatever. Ik let niet echt per se heel erg op. Ik ben een persoon die niet per se heel gezond eet, maar niet per se heel veel eet. Dus wat ik eet is altijd wel een beetje slecht, maar niet heel veel. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat ik allemaal eet. Ik neem jullie gewoon de hele dag mee. Dus vind je dit nieuw al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ben nu in een soort van nieuwe periode omtrent wat ik eet elke dag. Want voor mijn diëten at ik echt heel slecht. Ik at echt heel slecht. Ik at niet veel, maar wel echt heel slecht. Allemaal junkfood en zo, snoep, chips, et cetera. Nu doe ik dat niet meer, want ik ben nu in totaal... Ik ben nu in mijn eerste dieet 20 kilo afgevallen en in mijn tweede dieet 10 kilo. Dus dat wil ik er graag afhouden. Dus ik let nog wel een heel klein beetje op. Het is nu 12:30. Zoals je kunt zien, ik eet altijd pas rond 12 uur. Pas lunchen eigenlijk. Mijn ontbijt is ook gelijk mijn lunch. Ik ontbijt bijna nooit. En dat heeft niet per se een reden of zo. Op dit moment is dat gewoon omdat ik gewoon in de ochtend niet echt honger heb. En als ik geen honger heb, dan ga ik ook niet eten. Dus ik sla al vaak ontbijt over. Heel soms niet, maar meestal wel. Vandaag was ook weer zo'n dag. Dus ik ga nu beginnen met mijn lunch. Wat ik de afgelopen tijd echt heel vaak eet slash drink als lunch zijn deze Y-Food maaltijd shakes. Jullie hebben ook gezien in mijn laatste PR unboxing dat ik weer een heleboel shakes van hun heb ontvangen. En hun shakes zijn echt amazing. Waarom? Ik vind ze heel makkelijk en snel. Vooral qua lunch heb ik geen zin om veel te zoeken, moeite te doen, iets te koken, et cetera. Dus ik wil altijd gewoon snel zijn, maar wel zeker verzadigd zijn. Ik wil niet weer honger hebben binnen een halve minuut. Dus ik drink nou deze. Deze drink ik echt al weken als lunch. Ik heb het ook heel af en toe als avondeten gedaan, maar echt bijna nooit. Want qua avondeten vind ik het gewoon wel leuk om gewoon meer normaal eten te eten. Ik heb hier de smaak piña colada, maar ze hebben echt een heleboel andere smaken. Zo'n flesje is echt gewoon genoeg voor één maaltijd. Het heeft 500 calorieën en echt superveel vitamines en alles. En geloof me jongens, je bent verzadigd. Toen ik hiermee begon, ik was in shock. Ik drink dit altijd rond 12 uur. Rond 5 uur ga ik altijd avondeten. En ik was gewoon in shock dat ik gewoon geen honger had bij het avondeten. Ik had echt gewoon nog steeds geen honger. Terwijl normaal ga ik echt dood rond 4 uur al of zo. Dan heb ik echt superveel honger. Dus deze jongens, ik raad ze echt zeker aan. Als je hiermee wilt beginnen en niet weet welke smaak je zou willen, bestel dan gewoon hun tasterpakket. En dan heb je gewoon heel veel smaak in één keer. En dan kun je gewoon kijken welke smaak jij het lekker vindt. Mijn fave smaken zijn piña colada. Deze is wel heel zoet. Je moet wel houden dan van zoet. Chocola en vanille. Dat zijn mijn 3 fave smaken. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Scheelt jullie weer 10%. Dus ik zou het echt zeker proberen. I love them. Dus deze ga ik nou ook weer als lunch drinken. Eerst wel goed schudden. Het is echt zo lekker, jongens. Ik had zelfs op een gegeven moment dat ik gewoon hierna snakte gewoon. Dat ik het gewoon wilde drinken. Echt wauw. Deze hele fles ga ik nou naar binnen werken. En dan heb ik mijn lunch gehad. En dan kom ik weer zo bij jullie terug voor mijn volgende maaltijd. Daar ben ik weer. Het is nu, even kijken, het is 3:30. Zoals je kunt zien. En het is tijd voor een snackje. Ik zit nog steeds echt helemaal vol van die shake van mijn lunch. Maar ik ben net klaar met werken. Ik ga pas echt avond eten rond 5, 6 uur. Dus ik heb nou heel even een 1,5 uur, 2 uur break. Dus ik ga gewoon even chillen. En wanneer ik ga chillen, moet ik gewoon snacken. Of ik nou honger heb of niet. Ik kan niet gewoon chillen zonder te snacken. Misschien ga ik eventjes mijn serie kijken of whatever. Maar ik moet gewoon iets hebben om te snacken. Heeft verder gewoon niks te maken met of ik honger heb of niet. Wie is nog meer zo? Let me know beneden in de reacties. Ik had behoefte aan iets van fruit of zo, maar ik heb niks in huis. En ik ben ook te lui om iets te halen. Dus ik denk dat ik gewoon ga voor kuppasoep. Ik hou van kuppasoep. Kuppasoep vult echt voor geen reet. Maar het is wel gewoon lekker zoals snackje. Dus ik denk dat ik even een kuppasoepje ga maken. En ik heb hier in de la al mijn soepjes. Ik hou echt van kuppasoep kip. Die eet ik het meeste. En af en toe ook tomaat. Maar ik denk dat ik ga voor kip. Of ga ik voor tomaat? Nou ben ik aan het twijfelen. Weet je wat? Misschien ga ik voor tomaat. Die heb ik al heel lang niet op. Oké, kuppasoepje is gemaakt. Ik heb hier ook alvast een tweede liggen. Want vaak heb ik hierna nog behoefte aan nog eentje. Dus ik ga nou lekker genieten van mijn kuppasoep. I love it.
Oh, zo warm. En ik ga denk ik gewoon echt even anderhalf uur of zo Netflixen. Want ik heb gewoon even een break. Ik ga waarschijnlijk pas vanavond weer weg. Fun fact over mezelf, wat jullie vast niet boeit, maar ik ga het alsnog vertellen. Toen ik nog vroeger op kantoor werkte, jaren geleden, hadden we een kuppasoepapparaat. En je hoefde daar niet voor te betalen. Het was gewoon helemaal gratis. En jongens, ik ga het niet eens overdrijven als ik echt die halve kuppasoepapparaat per dag gewoon opmaakte. Oké, bye. Daar ben ik weer, nog steeds op dezelfde plek. Het is nu 5 minuten over 5, dus ik ga eten. Qua avondeten doe ik altijd echt maar wat. Ik denk er helemaal niet over na. Het kan gezond zijn, het is meestal ongezond. Dus qua avondeten eet ik echt gewoon wat ik wil. Het hangt er gewoon vanaf waar ik zin heb die dag. Eigenlijk zou vandaag mijn zusje koken, maar ze flasht mij. Want zij en mijn moeder gaan vanavond naar mijn oom. En ze eten dus daar. Dus ik moest voor mijn eigen eten zorgen. En dat houdt in dat ik gewoon eten heb besteld. En ik had vandaag zin in een broodje kebab. Dus vandaag is het weer lekker ongezond. Meestal als je eten bestelt is het ook gewoon echt ongezond. Maar het was eigenlijk niet de planning. Eigenlijk was gewoon een homemade meal was vandaag de planning. Maar ja, het loopt dus gewoon een beetje anders. Dus ik heb hier mijn broodje kebab en mijn cola zero. Om het nog enigszins gezond te houden. Oh my gosh. Kijk dan. Dit is een broodje kipdonner met sla en sambal. En meer niet. Dus dat is echt altijd wat ik bestel. Oh. I love it. Dus dat ga ik nou eten. Ik ga genieten van mijn broodje kebab. En daarna weet ik nog niet. Want ik weet mijn planning voor vanavond nog niet. Ik heb 2 planningen. Of ik ga naar de sportschool. Want ik heb om 7 uur een groepsles. Of ik ga met een vriendin chillen. Dus het wordt 1 van de 2. Maar mijn vriendin planning is nog niet 100%. Dus ik wacht totdat die planning 100% is. En als dat is, dan ga ik met haar iets doen. En anders ga ik gewoon vanavond naar de sportschool. Naar die groepsles. Dus ja, afhankelijk van wat ik ga doen, hangt ook af wat ik hierna nog ga eten. Meanwhile kijk ik deze serie, The Boys. Die heb je op Prime, Amazon Prime. Deze is wel leuk, is met allemaal van die superhelden en zo, maar ze zijn niet echt bepaald goed of zo, dus ja. En dan eet ik mijn kebabje. 1 hour later. Jongens, ik ga thee maken. Het water is al aan het koken daar. Ik hou altijd van fruitsmaakjes. Dit is onze theedoos. En mijn favoriete smaak is aardbei. I love it. Mijn zus noemt mijn thee altijd kinderthee, omdat ik altijd voor dit soort smaakjes ga en zo. Potje suiker. Ik doe altijd 3 lepeltjes suiker, want ik hou van het lekker zoet. Dat heb ik al gezegd. Er is hier nog iemand op zoek naar een snack. Je hebt net gegeten. Hij heeft letterlijk net zijn eten op. Wat ben je weer aan het gooien? Dit is onze snackla. En mijn moeder doet hier altijd allemaal snacks in. Dus ik ga altijd hier gewoon random op zoek naar snacks. Ik zie hier een koekje. Ik neem 1 koekje. Oh my gosh, alles valt eruit. Een koekje en thee. Wil je ook een snackie? Doen we ook een what I eat in a day voor Susu? Oh. Zijn snoepjes liggen hier. Deze vindt hij altijd super lekker. Zijn ze snoepjes? Kijk, hij is blij. Hij loopt altijd zo rond als hij snoep ziet. Jij krijgt ook snoepje, alsjeblieft. Oké, het water is wel onderhand klaar. Ik heb nooit geduld om te wachten totdat hij echt klaar is. Zo, en dit ga ik dan nu eten slash drinken. Nou, jongens, het is avond en ik ben klaar. De thee en het koekje was mijn laatste eten voor vandaag. Zoals je kunt zien heb ik mijn make-up opnieuw gedaan, want ik ga zo naar een vriendin. Maar qua eten is het, dit is wel ongeveer, dit is altijd ongeveer hoe ik eet elke dag. En ja, het verschilt gewoon, maar in principe eet ik altijd gewoon lunch, snackjes en avondeten en that's it. Heel laat in de avond eet ik niet echt meer. Ik ben ook op zo'n niet vroeg slaap, rond 10, 11 uur al. Dus ja, er valt niet echt meer veel te eten voor mij. Ik heb ook niet echt late night cravings of zo. Ik weet dat veel mensen dat wel hebben, maar ik heb dat niet. Dus ja, dit is het zo ongeveer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Heel veel mensen vroegen hierom. Vooral die maaltijdshakes zijn echt voor mij echt life changing. Ik zit echt de hele dag vol en ook echt goed vol. Je weet toch dat als je af en toe zo vol zit, dat als je ook maar aan eten denkt, je een beetje misselijk wordt. Nou, zoveel vol zit je na zo'n shake. Dus vergeet je niet te bestellen. Beneden in de beschrijving staat alle informatie en zo. En laat me weten wat je ervan vindt als je hem hebt geproefd. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening ook over de shakes. Dus ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je nog een keer zo'n video wilt zien, let me know. Want ik eet elke dag wat anders. Dus dan kan ik jullie dat ook laten zien. En nou ga ik gewoon naar een vriendin. We gaan niet echt meer eten, misschien drinken. Maar ik drink letterlijk alleen maar cola zero. Dus ja. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!